Ja, aan tafel. Inderdaad, de mannen van Woensdonk. Hun zomer was prima. Op Lowlands stonden er lange rijen. En ze werden een van de grote successen van de parade. Eerder was er al een televisieprogramma onder dezelfde naam, met absurdistische sketches op een middelbare school. Dat werd een culthit onder scholieren. Meneer Heidrich met name. En dit najaar verhuisd Woensdonk als cabaretduo naar het theater met een avondvullende voorstelling. Wachstumsmerzen, zeg ik dat goed? Ja, goed. Ja. En Niek van der Velde en Tom van Kalkhout. Absurdisme, dat is jullie wapen. Ja. 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 Dat is het moeilijkste om te omschrijven, absurdisme. Weinig logica, geen oorzaak en gevolg. Hoe zouden jullie het omschrijven? Het is niet zo dat wij er zo over nadenken. Dat wij denken, oh ja, we gaan iets absurdistisch maken. Dit vinden wij gewoon grappig. En wij zitten gewoon elke keer samen met z'n tweeën in een ruimte dingen te doen die wij heel grappig vinden. En dat dan op een gegeven moment, eerst hebben we het 2 jaar lang opgeschreven. Toen hebben we allemaal gekken het nog uitgevoerd, ook in die serie. Mm-hmm. En nu doen we het met z'n tweeën. Schrijven het met z'n tweeën en dan gaan we het zelf uitvoeren. En vinden ook 9 van de 10 keer mensen het leuk. Dus ja, ik weet niet precies. Ja, ik heb ook geen idee. Nou, dan is dat het geheim. Woensdonk TV, echt een culthit geworden. Speelde op een middelbare school. Dat was ook eigenlijk het begin van jullie carrière en het succes. Waarom moest dat op een middelbare school plaatsvinden? Omdat jullie daar net vandaan kwamen? En omdat we zelf vroeger vonden het altijd jammer dat we nooit een leuke middelbare school comedy hadden toen wij jong waren. Dus we wilden dat gewoon maken voor de jonge Janiek. Middelbare school comedy op televisie bijvoorbeeld? Ja, ja. Oh, okay. Niet in het Nederlands. En wij vonden allebei de middelbare schooltijd heel, heel raar. Het is natuurlijk ook totaal absurd, zo'n middelbare school. Ja? Jij zit toch met allemaal mensen die je niet hebt uitgekozen. En je moet daarheen, maar je wil eigenlijk niet. Maar je wil ook niet werkloos worden, dus je gaat maar wel leren. En je gaat toch die leraren kutten, maar die zijn ook wel weer lief. Die willen je helpen. En dat is gewoon dat 6 jaar lang. En dan, ja, dat is gewoon absurd. Oké, okay, en dat levert uiteindelijk Woensdonk op. Ja. Wees blij met die tijd, wees blij met die tijd. Meneer Heidrich, 2,8 miljoen keer inmiddels bekeken op YouTube. Met name die scène. Arno Grunberg schreef in de Volkskrant hoogtepunt van de Nederlandse televisie. Ja. Dat zal hij een klein beetje overdrijven, maar het bed. Dat was wel het hoogtepunt. Oké. Pierre Bokma zien we. Niet één van jullie twee. Gevraagd voor deze rol. Leraar Duits. Ja. En net zoals bij Goeiesmorgens bij Jiske Vet sprak, nou niet heel Nederland, maar toch de middelbare scholen en de studenten hadden het over... Onvoldoende. Onvoldoende. Ja. Ja. Laten we kijken. Lieve klas. Ik heb de toets nagekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij. Nee, een grapje, jij ook. Oh. Of nee, toch niet? Jawel. Je hebt een voldoende. En de rest heeft onvoldoende. Wat? En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende. Dit is de doorbraak. Ja. Dankzij Pierre ook. Ja, zeker dankzij Pierre, ja.